naar boven. Waar is je stof? Mooi. Wat? Mooi. En dan komen ze door welke stad die toen zijn? Door de welke stad straat op Ja. Ja, maar ik heb geen gewonnen bij de stad. Ik heb me goed van. Daar gaan we nog wel iets geld hebben. Ik zie nu precies dat ik wil zeggen, we willen dat in de Maar we hebben geen plaats voor die boeren. We hebben 52.000 parkeerplaats. Dat is nog 40.000 plaats. Ik heb toch veel gezien. Maar het is dus echt wat stoppen, want ik ging altijd in de buurt. Dat is niet zo goed, dat ik hier in de stof op plaats ga. En dat is niet erg veel. Ik weet niet of het nu is. Wel, wat dat zien, ik heb dus niet een concrete vraag, maar ik hoor geen behalve in dat werkloosheidsverkeer. Ik hoor niet veel over wat is de bestaande of blijvende ondersteuning in hulp naar werkzoek of in, als dat echt niet toch dan is het onze stelling is altijd wel geweest, je moet de werkloosheid beperken in de tijd. Om een filtering te kunnen doen wie van de werklozen zoekt echt werk. Mm-hmm. Dat zal minder dan de helft zijn, die echt werkbereid is. Mm-hmm. Die andere helft... Die is blind. Of die heeft al 20 jaar niet meer in Antwerpen geweest. Dat is helemaal niet zeggen. Ik ben gisteren door het centrum gewandeld. Ik heb wel veel dingen gezien die niet zo schoon zijn. Ik zei van de Groene ook, hè? Het komt er maar. Ik kan het niet meer aan. Echt wel. Waar woonde je? Ik woon uit de Luiden van de Kanker, van de Spurbus. Ik weet het niet. Mijn kinderen, die zeggen mij, je wordt slechter. Je werkt niet op raas, dat is echt gedrukt, dus je wordt slechter en slechter. Die zeggen, waarom ga je gaan verhuizen? Ik zeg, ik word depressief, ik kan dat niet meer aan. Vroeger ging ik zoiets naar dag. Kunnoutse baan, karnoutse, je kent allemaal diezelfde dingen. Hè. Maar hier ook de straat. Ik kan om de 14 dagen niet zo dat praat dat plan, want eerst kom je zo met mij op fiets. En ik heb mij daar al een paar keren in geërgd, dat ik daar altijd werk met me, en straat zijn er ook. Dus moet je het even doen. En als dat daar ook gaat, nee, dat is eigenlijk. Dan wou ik eens naar Jansus een brief schrijven van wat is dat praat dat plan hier weer dan waar. Ja, maar kwam weer een controle bij ons toch, als je dan belde, dat was... Ja, madame, dat is niet voor de gemeente, hè. Dat is voor de ideale woning. Belde naar de ideale woning, ja, madame, dat is voor de gemeente, hè. Ja, de handen doen naar uw voor, want het is toch... Dat heeft met aanvliegroutes te maken, hè. Maar wat ze nu wel gaan doen, is met de ondervinding van de krijgsbaas, ik heb er niet eens aan, schrift die gewoon eigenlijk wat op. En dan hopen wij dat die toch wat over kunnen komen. Omdat met die 9-11 aanslagen zijn de veiligheidsmarges verscherpt. Dus je moet wat verder van de stad gaan met een termijn. Ik hoop dat dat kan schelen. Dat zullen er niet veel, maar zo is het wel. Ik heb hier altijd nummer 13 gehoord. Waardoor we misschien nog meer, ik weet de bedding van de ring sowieso, zie ik sowieso niet zitten, maar bij. Maar ja, we moeten wel antwoorden op een probleem krijgen. Ja, dat is de kwadratuur van de cirkel, dat is stilletjes aan het worden. Dus vandaar dat wij zo sterk focussen op die NRL. Daar hebben we nog de kans, als we stedenbouwkundig naar een goede oplossing kunnen gaan, om ook Mortsel nog krachten te krijgen. Want nu al zie je dat ze willen dat niet, maar niemand wil dat. Nee, zij die zeggen, Mikano, ik wil wel mee, maar wat gaat het tegenkomen in de gemeente waar dat die moet gaan liggen? Ik heb dus tegen Maar dat kan ik me voorstellen, dat toch op niks. Maar als je, dat geloof ik ook, maar als je morgen naar een Mikano-oplossing gaat... Magdeburg is het fietsen, hè? Ja. Dus zouden ze eigenlijk een grenscorrectie moeten doen.
Ja. Dat is een Brascaal te geven. Ja, ja. Sociologisch is dat Brascaal. Ja. Maar het is een grote gemeente. Maar dus heel veel in kiezers zijn mensen die een zekere leeftijd hebben, maar die er nog wel op staan, ook in katholieke opvoeding en hun christelijke identiteit. En dat zijn geen socialisten en dat zullen nooit socialisten worden. En dus ze verlogen daarmee als je een kiezer komt. En dan is wel onderscheiden dat wij een partij zijn. Wij hebben nooit afstand genomen van ons christelijke kerk. Nooit. We zijn geen godsdienstige partij. We hebben nooit afstand genomen van ons christelijke kerk. En we durven dat ook aan. We zijn hier in het parlement in afdeling. Dat is een hele fijne probleem. Ik ga een beetje kaas. Wat heb je van je vermogen sentiment voor de laatste 10 jaar? Dat is het eerste punt. Ik ben al lang aan het strijden voor de dagelijks. Ah, daar, ja. Dat heb ik al een paar keer gewist in debat. Ja, met ons eerste jaar waarschijnlijk. Ja, juist rassen gehad. Dat heb ik ook al eens gezegd. De school is wel veranderd. Voilà, niet meer zo. Allee, ik ben vrij van, maar zonder. De samenstelling van de schoolbewoking is daar wel... Dus ja, ik ben weer volledig idealisme. Mijn school die had ongelooflijk schoon waar die En je valt in een gevestigde school, want ik denk dat dat kent iedereen. Ja, en uit dat idealisme ben ik al in goed, dus dat is één punt. Hè. Je ziet dat er komen, dat is een goede marge. En het tweede punt is, waarom we echt kwaad zijn worden, is omdat onze eigen kinderen niet bestaan. We gaan hier achter naar school. En onze jongen is... Ja, ze zitten in het voor, waar het juffertje zit en ook. Ja, we hebben wel echt wel kwaad op het Dinkelpad. Ja, dat is niet wel. Wel, heel positief. De leerkracht is allemaal heel goed, dat allemaal wel. Justitie, migratie, sociaal, economisch, we zijn elkaars aardsvijanden. Als ze aan het einde van de rit, Vlaamse partij, met een minderheid willen besturen met de PS, daar staat de machteloos tegenover. Er zijn uiteraard dat ze komt, dat zij ook in Vlaanderen geen meerderheid meer hebben, het Vlaams parlement. En houdt het op, in 2014 is dat de grote inzet van de PS. Ik heb hem getekend. In Groningen, ja. Ja, ik heb hem destijds gemaakt, kwam ik onmiddellijk van de natuur. Ik heb een afspraak gemaakt in een boekhouding. Ja, maar dan spreken we ook. Wat is hier waar? Ja, hij is hier overleden, wist je. Ik heb die gezien in 2003, 7 jaar geleden. Ik heb die inderdaad wel eens gelezen. Dat is geleden, ja, maar ik heb hem wel. Ik heb hem al. Ja, dan heb ik hem dubbel. Ja. Dan krijg ik mijn andere exemplaren zo weggeven aan iemand anders. Ah ja. Ja. Dan zal ik mijn exemplaren niet met anders geven. Ik heb heel veel vragen die ik aan Ik heb 4 kinderen. Dus ik heb vier kinderen. Ja, dat komt niet. Alleen is het een Ja, ik ben al even bekommerd ook om de mobiliteit en ik heb een opmerking gehoord over ruim baan voor de wagen en ik denk ja, als we allemaal met de wagen blijven gaan naar de stad, dan is het heel moeilijk. Dus dan heb ik gevraagd op welke manier dat hij dat zag en er was vooral een compromis ook, maar ja, compromis ook. Ik denk dat er een stukje mentaliteit moet komen, dat men automatisch meer de fietsen en openbaar vervoer nog meer voorziet. Want allemaal met een auto naar de stad blijven gaan, dat zou moeilijk zijn. En ik herinner me heel goed dat er heel veel protest was tegen de hoogstad die verkeersvrij kwam en de meijer die verkeersvrij kwam. En
Maar ik denk dat dat gewoon noodzakelijk is voor de leefbaarheid van de stad. En daar heb ik hem even over gesproken. Ja, ja, een beetje dubbel. Van enerzijds ja, toegeven en zeggen dat dat waar is. En anderzijds ja, zocht hem vooral een compromis tussen die dingen. Maar dan werd het nogal snel afgebroken. Oké? Okay? Apart, but she don't mind, 'cause she's got